Waar is het? Hol. Up. Nee. Hol. Up. We hebben hoortjes in het vliegtuig. Waarom is het tegen gedrukt? Iedereen is zelf gevonden. Help! Iedereen, wapen laten zakken en instappen. Als jullie schieten, gaat iedereen in het vliegtuig dood. Als jullie help. Schieten, gaat iedereen in het vliegtuig dood. Als je hem niet doorlaat, gaat iedereen in het vliegtuig dood. D1. Hold rest engines. Nou, doe maar. Ik heb... Kun jij zo meteen landen? Waar? Bij Sandy? Ja, bij Sandy. Ja, dat kan. Maar we hoeven nog niet per se bij te tanken. Nee, maar ja, dan voor straks. Nee, dat kun je beter zo meteen doen, want anders moeten we zo meteen nog een keer gaan bijtanken. Ja, dat is goed. Ik denk dat er zo meteen 16 F-16's aankomen. En dan, wat gaan ze doen? Ons uit de lucht schieten? Nou, ik hoop het niet. Dus geen keer van staan met een parachute hoor. Ja, precies. Collega, richt je AK. Don't sink. Kijk uit, hè. Hou wel onder controle. Ja, dat komt goed. Ik ben pro-piloot, hè. Don't sink. Ja, ja. Don't sink. Kijk uit, hoor. Don't sink. Don't sink. Oh. Don't sink. Kijk uit. Kijk uit. Don't sink. Don't sink. Ja, ja. Laag genoeg, hoor. Don't sink. Ja, daar zijn don't ze. Sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Dat is niet goed hoor. Don't sink. Don't sink. Goedemorgen. Don't sink. Don't sink. Daar moet ik nu heen vliegen dan. Oh, lekker rondjes. Doe dan straks nog maar een keer een Lopez en dan zo. Moet weer een Lopez. Oh. Ze moeten die dreiging voelen, snap je dat? Ja, oké. Half we vol. Hebben nog de helft. Of half leeg. Maar wat moet ik nu gaan doen? Gewoon rechtdoor of... Doe maar een Lopez. Oké, dat is niet goed, Is dat niet die politieblogger? Ja, dat ben ik. Oh, ik ben echt een groot fan van jou, man. Ja, je gaat toch niet ergens in? Nee, we moeten Lopez doen. We gaan een Lopez. Hoor ik even die Lopez juwelier. Terrain. Pull up. Wat zei hij nou? We moeten stedelijk luchtruim verlaten. Wat is momenteel de situatie in het toestel? Mag ik dat zeggen? Moment. Mag ik dat zeggen dat jullie allemaal gijzelaars hebben? Dat het allemaal goed gaat en dat we gijzelaars hebben. Het gaat goed, er zijn flinke wapens, heel veel gijzelaars. Er zijn 8 mensen gegijzeld ofzo. Ik heb begrepen. Ik neem aan dat u de piloot van het toestel bent. Ja, positief. Okay, heeft u ervaring met vliegen? Ja, zeker. Ik ben professioneel vlieginstructeur. Zei dat tegen collega? Gaan landen, Sandy? Ik denk dat hij zijn wapen niet kan pakken. Ik wil iedereen in ieder geval richting Sandy. Vliegtuig is op de grond. Hoor je dat? Vliegtuig is op de grond, joh, zeggen ze. Ze weten het. Ja, hou de motor maar aan. Oké, nou moet je even snel bijtanken hier, hoor. Die bom komt met politie. Ik denk niet dat je hem kan pakken, man. Vliegtuig is aan het taxiën. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. TCAS, test. Zit hier de onderhandelaar in? Hebben dat alle DSI en politieagenten weggaan bij het vliegtuig? Van de landingsbaan hebben, van Sandy af. Help, Taliban terrorist hier! Wekhouden. De heren zie ik nog in het vliegtuig zitten. Einde landingsbaan. Straaljager! Wat moet ik doen? Help! Ja, dat is merk ik. Ik wil dat in de ATC wordt doorgegeven dat Sandy Airfield een no-fly zone is. Niemand mag daar landen momenteel. Wat moet ik doen? Help! Doorgaan? Moet ik weg gaan vliegen? Vliegtuig ja. Gaat de snelheid pakken. Wat moet ik doen? We gaan wegvliegen. Oké. Vliegtuig pak de snelheid. Meneer de onderhandelaar. Vliegtuig gaat de lucht. We gaan nu weer opstijgen. We gaan nu naar een andere landingsbaan.
Als moet ik heen naar Narcopolis of zo? Of waar moet ik heen? Als richting, dat is een te korte baan. Ga maar naar LSVE. LSVE, ja, is goed. Ik kan maar proberen van haar. Ik zijn. Ik weet niet of je het ziet, maar er zit een fighter jet achter ons aan. Ja, dat zie ik. Dan ga ik vliegen. Oké, okay, ik zeg het wel. Even door de ATC dan, oké? Okay? Als jullie nu niet afschalen, dan gaat iemand anders vliegen. Een gekke Taliban-terrorist. En die gaat waarschijnlijk een vliegtuig een gebouw in vliegen. Dus dat is niet altijd best. De koninklijke luchtmacht, zodra er iets van terroristische motieven zijn, kunt u uitschakelen voorover. Dat is niet best. Bij deze is voor jullie het nu verboden om boven de stad te vliegen. Mocht u dat wel doen, dan riskeert jullie uitschakeling. Shit. Oh shit. Ik wil nog niet dood. Zeg maar dat wij nu gaan landen en dan opstijgen en dan niet meer boven de stad gaan vliegen als hun afstand. Wij gaan nu landen en dan gaan we weer opstijgen om wat gaan eerst tanken. En dan mogen jullie niet meer bij ons zijn, maar dan houden we wel ons aan de regel. Dan gaan we niet meer boven de stad. Oké? Okay? Oké, okay, we moeten gaan tanken. Zeg maar, als we één agent die zit, dan gaan alle hostjes dood. Plus als ze... Maar ik wil niet dood. Als er één agent wordt gezien, dan gaan alle hostjes dood, wordt gezegd. Zeg maar waar we zijn. Zeg maar op LSIE. Op LSIE. Dan moet ik doorgeven. Collega, zal ik uitstappen? Nee, nog niet. Moet even naar de jerrycan ding. Oei, dit gaat niet goed, Maar jullie gaan me niet vermoorden, oké? Okay? Dat even spreken we af, dat gaan we niet doen. Hey, ik hoor het niet. Hey, ik word aangelogd. Ik ga heel gauw aan, dus ik ga het niet erop. Rechts, er is een buzzard. Dat maakt me niet uit, we gaan opstaan. Kijk, dat is niet goed. En voor, oh. Stijg nu op, of je hebt een Dit is niet best. Help, help! Help! Ik heb geen keus, ik moet dit doen. Als we een vliegtuig afblokken, dat het niet de beste is. Help ons! Help! Stijg maar onder die taxibaan, hoor, als het zo moet. Oh! Ja, recht voor die taxi! En we moeten om de 5 uur tanken. Wat doe je nou? Zegenblok, nee! Hey, iedereen afstand! Afstand! Nee, what the fuck? Afstand, station afstand. Iedereen wegwezen. What the fuck? Help! Iedereen wegwezen. Ja. Iedereen laat water zakken en wegwezen, nu. Je hebt vision. Help! Kans, heren. Het vliegtuig is naar de tyfus. Hierbij, jullie zijn omsingeld door het DSI-team. Bij elke verdachte beweging wordt er gericht geschoten. Vuren jullie, vuren wij. Jullie krijgen nu de kans om uit te stijgen. Nee, niks ervan. Je krijgt nu de kans. Je krijgt nu de kans om nu je wapen te laten zakken. Laatste waarschuwing. Ik laatste afstand kunnen nemen. Ik wil dat jullie staan hier veel te dicht op. Gelokaliseerd wordt. Er zit eentje met een bruine toekomsthoofd. Heb ik gericht. Ik wil dat bijrijder is gericht. En de derde persoon heeft ook gericht hebben. Mocht er iets gebeuren, mag je gewoon dodelijk oppassen. Alle heren zijn momenteel onder vuur. Hierbij nogmaals, iedereen staat momenteel onder schot. Jullie krijgen hierbij de kans om jullie over te geven. Ja. Jullie mogen uit het vliegtuig stappen en jullie overgeven met je handen omhoog. Hey, dan mogen jullie direct de wapens laten vallen. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Mochten jullie schieten, schieten wij terug. Nogmaals, jullie krijgen nu de kans om met jullie handen omhoog uit het vliegtuig te komen. Wapens leggen jullie op de grond neer. Jullie staan alle drie onder schot. Bij elke dag is de koninklijke luchtmacht. Op dit moment is LSIA een verboden luchtruim. Als je hier komt, word je mogelijk uitstappen. Kijk, wij gaan samen uitstappen, ja? Ik richt de shotgun op je kop. Oh, oké. Okay. Is goed, zeg maar, je moet uitstappen. Negatief, binnen hebben ze ook nog mensen op schot. Zeg maar, als je moet uitstappen. We gaan nu uitstappen, ja? Oké. Eerste persoon komt er nu uit. Opvangen. Nee. Iedereen afstand houden. Er zit nog iemand binnen met een AK. Jullie gaan nu allemaal afstand houden. Jullie laten de wapens zakken. Is dat begrepen? Nee, je gaat me niet doen. Mogen de overige twee personen ook uitstappen? Is dat begrepen? Niet uitstappen, collega. Is dat begrepen of niet? Jullie zijn omsingeld door een DSI-team. Jullie mogen nu vrijwillig uit het voertuig komen met jullie handen omhoog en wapens uit de handen. Mochten jullie daar niet aan mogen... Dan
Weet je wat we gaan doen? Oh! Help, 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 help. Stappen je wapen meteen laten vallen, handen omhoog, ja? Kom maar naar buiten toe. Oké, okay. 3, 1. Okay, we hebben dat de enige vrachtwagen nooit geschoten, ja? 3. Op je knieën. Groene jas, zwarte helm op. Je mag uit het vuur. Hallo! Handen omhoog. Nee, het gaat goed hoor. Het gaat goed. Ik. De groene jas mag je handen omhoog doen. Er veel meerdere langs. Ja, omdraaien op de knieën. Meneer. Hallo. Hoe gaat het met u? Ja, nou. Ik schrik me de pleuris in, man. Ongekend. Hebben ze uw. Bent u ongedeerd of? Ik ben ongedeerd, ja, ja, ja. Ze hebben niks. Nee, ze hebben niks aangedaan. Ze hebben wel een paar keer een shot kunnen en een AK tegen mijn kop aangericht. Oké, oké. Wat zijn die grapjes van die video-overval? Ja, nee, dat had ik ook. Ik moest een paar keer gedwongen eroverheen vliegen. En anders was ik dood. We wouden daar gaan beginnen met vliegen. En ineens kwamen er twee auto's aan. Er zijn er meer mag. Terroristen. Ja, allemaal van die Taliban-terroristen, joh. Maar jongens, willen jullie zometeen nog een vlucht doen dan? Nee joh, ik heb al genoeg gevlogen van nu. Ja, Paris. Maar nee. het was wel een goede vlucht natuurlijk, maar... Ja, en gratis. Ja. Nou, je moet nog wel even gaan betalen. Ja, de kleur. Deftige land. Ja, vooral die flybys. Die waren mooi toch, die waren mooi. Mooi. Normaal kun je die niet krijgen, hè? Normaal niet. Nee, ik pak mijn eigen auto. Ik wacht hier wel op de AWB, hoor, voor mijn vliegtuig. Iedereen heeft de aangifte. Mijn vliegtuig is naar de pleuris. Nou meneer, als u het nieuw erg vindt, kom ik later. We waren gegijzeld. Ik heb eigenlijk begrepen. Eentje staat, een auto staat hier in de plek, die staat precies onder je vleugel. Ja, let op, die auto's zijn hier gevaarlijk. Ze hebben ons ingebokst. Ja, we waren gegijzeld en gekaapt. Ja, ons vliegtuig was gekaapt. Ja. Ja, alles is kapot. Het ding kan niet tegen een schammetje. Moet je deze even weghalen? Nee, die auto's wel. Hey Ruud. Ja? Voor de volgende keer Transavia Deluxe Premium Flight. Wit Taliban terrorist. Ruud, jongen. Ongekend. Ik moet wel zeggen, mooie Transavia Premium Service. Wit Taliban terrorist. Ja, ongekend. Hey, ga je hem stallen? Nee, ik ga eerst nog even een rondje vliegen. D1.